Bij ons nieuwe Belgische kampioen, Koert van Godsenhoven. De wedstrijd, hoe is die verlopen voor jou? Beetje verwacht, denk ik? Ja, het was van in de tweede ronde eigenlijk al de forcing gevoerd. De Lieve van de Perren was toch wel een sterke renner. Dan waren we 5 vooruit en eigenlijk was het wachten tot op de laatste kasseistrook om dan nog eens te gaan. En, ja, het was alles of niks. Hè. Je behoort tot een van de favorieten. Van waar had je een beetje schrik van andere kandidaten? Ja, zeker van Lieve van de Perren. Ik ken hem zo van in de koersen en daar had ik wel wat schrik van. Ja. Wat is jouw leeftijd, als ik zo'n beleefd mag zijn? 45. Tot welke leeftijd wil je doorgaan? Nog geen idee. Wat zijn de toekomstplannen? Zolang ik fiets heel graag en zolang ik het graag doe, dan ga ik dat nog even blijven doen. Wat verwacht je van de andere wedstrijd? Nu van wedstrijd tot wedstrijd en verwachtingen. Het kampioenschap hier bedoel ik, hè? Ja, dit kampioenschap was. En de andere Masters, wat denk je daarvan? Ja, normaal. Patrick Kokuit is daar een van de favorieten. Hè. En dan bij de A's, Porcos. En dan bij de jeugd, dat weet ik niet juist. Ja. Maar het is ook een thuiswedstrijd voor jou, dacht ik, hè? Zeker en vast. Dus alles is binnen hier? Ja, zeker. Ja. Oké, veel plezier nog met je trui en proficiat. Dank u.